kan ik nu ook gewoon zeggen, skip dit tip. Dan kunnen jullie denken, moeten we 112 gaan bellen? Is er verstand verloren? Is het zo warm in de studio dat er rare teksten uit gaan komen? Werkt de autocue niet? Ten eerste, we hebben geen autocue. En ten tweede, er is niks mis met me. Dit skip dap doep, dat noemen ze sketten natuurlijk. En aan wie kun je dat nou beter overlaten dan, nou ja, gewoon een band die zich de Sketcats noemt? De Sketcats is een Bredaars orkest opgericht in 1972 en dat betekent dus dat wij nu al 48 jaar op het Breda Jazz Festival spelen. Wat is nou sketsinging? Kun je dat eens uitleggen, Wouter? Sketten is het gebruik maken van een melodie zonder te zingen. En dat gaat als volgt. Shit up, die tip top. Wada pa di di di, si da ta doi. Sketten, zou u een stukje kunnen sketten? Wat? Nee. Sketten? Nee, dat durf ik niet. Kun jij eens laten horen, maar dat kan ook met dierengeluiden. Een paar dierengeluiden sketten. Wada pi si si wada tu do pa do ai oe. Wat is dat? Geen idee. Kun je sketten? Nee! Kun je dus een trompetje sketten? Trombone? Sketcats, heerlijke muziek. Wat vind je er zo leuk aan? Buitengewoon goede muziek. Mocht je een klein beetje in een dipje zitten of een beetje minder goede zin op een dag. Dit geeft een opkikker, dit fleurt op. Ja, natuurlijk. Daar word je blij van. Daar word je blij van, inderdaad. Je kent ze al lang, hè? Je kent ze al lang. Ik vind, begin jaren 70 al, sprongen ze er voor mij uit bij andere bands. Omdat het juist die 20, de roaring 20's. Hoe kwam u zo in de jaren 70 hier terecht dan? Ik was min of meer betrokken bij de oprichting van de Sketcats. Ja? Via Rob Kremer. En dat zorgde ervoor dat ik vanuit het Limburgse met een grote regelmaat elk jaar hier naartoe kwam en keek of de Sketcats op het programma stonden. Niet slecht. En als de opperskatcat dan toch zegt, niet slecht, dan zal het wel goed wezen. Hè? Michael Adriaanse die vindt het leuk om iedere keer echt een optreden eruit te pikken. En daar dan echt eventjes te kijken van, wat gebeurt er nou? En kan ik hier nog iets van leren? Nou, en jij dus, hoop ik ook. Want zo blijkt maar, met je stem heb je altijd een muziekinstrument bij je natuurlijk. Dit is wat er dus vanmiddag gebeurde in de Willem Merkstuin. Breda Nu.